Milieuminister Marciano Dassai bekijkt mogelijkheden voor het introduceren van statiegeld op plasticflessen. Eerder deze week zei de bewindsman dat er ook wordt gewerkt aan betere afvalscheiding. Oké, ten aanzien van petflessen, ik heb het volgens mij al een keer meegedeeld. Je hebt in feite de petflessen. Het ligt ook natuurlijk aan het gedrag van de consumenten, hè? Wanneer we petflessen gebruiken, is er een optie om het te recyclen. We zijn bezig met dat van afvalscheiding, waar we de mensen vragen om hun plastic te scheiden, zodat we dat apart kunnen vervoeren naar een recyclingsbedrijf. Het afvalscheidingsbeleid moet worden uitgebreid. Dassai voert gesprekken met zijn collega van Economische Zaken voor een betere ordening van het beleid.